Oh, nou, het wordt toch nog toch een opname. Ik denk, doe gewoon de complete dag dan. Nou, ik ga nu koken. Wat ga ik maken? Ik ga spaghetti maken. Ja. Nou, daar heb je dus voor nodig, zeg maar, gehakt. Dat heb ik. En ik heb even uitje gesneden. Oh ja, als je niet wil huilen, ja, met uien, dan moet je ze gewoon even afspoelen. Nou, heb ik van mijn neef Jordi, die zei dat meegemaakt. Nou, en ik heb gember. Ik stop namelijk overal gember in. Dus. En ik heb hier een spijzenpeper. Ik heb wel even de zaadjes. Ik heb even ontzaad. En een knoflookje natuurlijk. Paprikaatjes. Breitje. En gewoon even simpel, biologisch, logisch. Olijfolie. Peper en zout. Komijnenzaad. Paprikapoeder. Ik heb het allemaal gezegd. En oregano, om het een beetje Italiaans te maken. Nou, ik ga even lekker snijden. We beginnen met de uien om echt te laten zien dat het ook inderdaad klopt. Hè? Dat je dan niet meer hoeft te huilen. Als je dan een ui gaat snijden, dan heb ik natuurlijk een bril op. Dus dat is sowieso safe. Nou, ik snij even het uitje. Ik doe eigenlijk altijd alles met gewoon een simpel aardappelschilmesje. Gewoon puur om het feit dat de grote mensen, ik weet niet wie ze zijn. Zijn gewoon weg. Zijn gewoon weggelopen, zo uit de laarweg. Ik weet het niet. Dus, die ben ik gewoon kwijt. Ja, of ze staan ergens, zeg maar, achter in de tuin tussen de stoeptegels toen ik het gras tussen de tegels weg wilde halen. Nou, ik heb het uitje gesneden en kijk, niet gejankt. Dus, het helpt. Dankjewel Jordi. Nou, dat is het uitje zo. Dan gaan we ook nog even het knoflookje doen. Die kan je ook, zeg maar, zo pletten. Nou, dat heb ik dan nu gedaan. Oh, die ook, zo. Ja, ik doe het maar gewoon met mijn hand, want dat is gewoon hartstikke biologisch. Eigenlijk wil ik gewoon vegetarisch gaan eten, maar ik ben niet alleen. Dus, ja, ik heb het toch wel met dierenleed te doen en ik vind het ook wel lekker een stukje vlees. Dus ja, je moet natuurlijk ook niet overdrijven. Maar ja, ik heb eigenlijk nu wel een probleem. Die knoflook, daar ga je wel van huilen. Dus ja, ik moet er helemaal aan doen. Nou, we gaan weer verder. Ik doe even wat olijfolie in de wokkit. Ja, de wokkit. Dus ik noem het zo, de wok. Ik doe er alles in de wok. Dus ik doe gewoon niet in de hapjepan, gewoon in de wok. Het is allemaal lekker in de wok. We gooien eerst even, zeg maar, de knoflook erin, zo. Ja, het is alvast om het een beetje lekker op smaak te maken. Dan doen we even wat zout op het gehakt. Dan gooien we er nog even wat paprika poeder overheen. Hè. Dan doen we even zo ertussendoor, paprika poeder. Zo. En even peper. Oh, dat gaat ook met koken. Zo, even wat peper erbij. Ja, het is best wel intensief. Een beetje komijnenzaad, want het is ook lekker pittig. Ik hou het wel van lekker pittig. Maar dat is inmiddels iedereen wel bekend, dat ik wel van lekker pittig hou. Dus. Ja, pittig en pittig. Nou, dan gooi ik nu het gehakt erin. Dit doe je, zeg maar, zo een beetje strooien. Het is namelijk wel, dan komt het lekker los. Dan komt het gehakt lekker los. Zo, dan gooien we nog wat zout in. En we doen nog wat paprika poeder. En wat kwijnzaad. Zo, een beetje hier. Zo, nog een beetje peper en zo. En natuurlijk, hè, ja, de oregano. De oregano. Doe ik even op de hand zo, anders wordt het te veel. Ho, op. Zo, die zit erin. Dan heb ik hier nog de gember. Moet ik even kijken. Waar is die? Ik heb net afgewassen. Dus, oh. Dan moet ik wel ontdenken dat de afwas niet op de camera valt. Dus, nou, dit is gember. Gember is heel goed. Gember is ook heel goed voor je keel. Nou, ik heb wel een beetje last van mijn keel gekregen de laatste tijd. Dus ik gooi even wat gember erin. Dit doe ik. Oh, dat is de verkeerde. Nou, ik moet even. Ja. Oh jee. Oh, ik ben de kaasschaaf kwijt. Ik ben de kaasschaaf kwijt. Ik ben de kaasschaaf kwijt. Ja, kijk.
We hebben heel handig. Dit is zeg maar een soort rapsschaaf. Zo, je kan er doorheen kijken. Maar hij is dus bedoeld om te rapsen. Dus ik ga even rapsen. Zo doe ik dat. Zo, en dan doe ik gewoon zeg maar allebei een beetje zo heen en weer. En dan krijg je mooie raps. Dan krijg je mooie gemberraps. Want als je gember te groot en te dik doet en als je dat dan in je mond krijgt en je gaat erop kauwen, dat is wel heel gezond, maar het smaakt niet altijd lekker. Dus om gewoon, het gaat niet helemaal zoals ik wil, het is een beetje oude gember. Maar ja, het moet toch gewoon eerst op, hè. We moeten wel even low budget, even rekening houden. Ja. Iedereen die denkt dat ik natuurlijk nu al hartstikke goed voor elkaar heb. Maar ja, het tegendeel is waar. Dus, dan weten jullie dat ook gelijk. Ik ben ermee bezig. Dus dat was dat. Dan hebben we natuurlijk nog het pepertje. Die gaan we ook even heel fijntjes doen. Zo. Moet je altijd omdenken, als je pepers gesneden hebt, dat je dan bijvoorbeeld als je jeuk hebt in je linker oog of zo, zeg maar, dat je dan niet zo lekker wrijven. Nee, ik heb het niet gedaan. Oeh, het is wel een pittig pepertje. Ik voel het wel. Jongen, wat een pittig pepertje. Ja, die kon ik laatst krijgen in één doosje. Krok, allemaal pepertjes. Oh, lekker pepertjes. Die doen we erin. Nou, wat hebben we dan nog meer? Oh ja, de uitjes. Maar we gaan eerst even roeren in de pan. Maar dan moet je natuurlijk wel een lepel hebben. Die heb ik. Dus de panlepel. Ja. Nou, dan gaan we even. En het leuke is, als je dus aan het bakken bent, dat je dat dus met een gevoel doet voor liefde. Want als je het met een gevoel doet voor liefde, dan kook je namelijk ook liefde mee. En dan heb je grote kans dat mensen het altijd lekker vinden. Dus ik doe er even een beetje, broeder, een beetje liefde in. Dus ook rood, liefde is ook rood, maar het kan ook roze zijn. Gaat het hartstikke goed. Kijk, gaat hartstikke goed zo. Ik zal het even laten zien. Gaat hartstikke goed zo. Ja, niet te ver, anders dan valt het in de wasbak. Nou, we doen nog even de uitjes erbij. Hoppakee, uitjes erbij. Zo, dan kunnen jullie ook even lekker meepakken. Zo, en dan ga ik nou even de paprika doen. Nou, het kookt allemaal lekker. Ik ga nou even de paprika zeg maar snijden. Doe ik ook gewoon met een aardappelschilmesje. Maakt mij helemaal niks uit hoor. Ik snij alles met een aardappelschilmesje. Dus even de paprika. Dus ik moet wel zeggen, ja, kijk, hij is niet helemaal, die gooi ik weg. Zo. Nou, dan dit stukje ook maar. Ja. Hoe doe je dat nou? Als je nou zeg maar wat gekocht hebt bij de winkel en dan kom je er tot ontdekking dat er plekjes op zitten. Als je het opensnijdt, wat moet je dan doen? Ga je dan terug en zeg je nou ja, er zaten allemaal plekjes in en ik kon het niet opeten, ik wil mijn geld terug. Wat doe je dan? Want ja, wat moet ik nou? Ja. Nou, ik vind mijn vallen dus. Nou, dit was goed. Dan doe ik dit en doe ik gewoon gele de dammen bij. Want ja, heb je toch wat? Ja. Nee, het was natuurlijk de bedoeling dood. Ik was helemaal in stijl van rood. Dus het is niet anders. Het is een beetje een prutpaprika. Nou, die moet er ook maar uit. En die ook. Nou, het blijft niet veel lopen zo. Het is niet anders. Ik heb hier de spaghetti. Dat is net een mooie waaier. En weet je, spaghetti, dat doe je rechtop in de pan. We doen spaghetti rechtop in de pan. Ik heb een hele grote pan. Het is geen spaghetti pan, maar ja, het is een pan. Dus je kan er wat in doen. Nou, dan doe ik ze er even in, zo. Zo, nou staan ze erin. Zo werkt het. Maar ik moet dan wel even een beetje zakken, zo, hè. Dan gaat ze meteen zelf zakken. Nou, nog een beetje. Maar we zijn maar met z'n tweeën, maatje. We zijn maar met z'n tweeën, dus we hoeven niet alles. We mogen niks verspillen. Dus, nee, dat is het advies. Dat is het advies. Maar kijk, nou, deze is het ook al. Wat zou jij doen? Zou je het opeten?
Ik eet alles. Ja, je gaat niet zomaar gelijk. Je hebt dus. Valt wel mee. Dus, nou, ik ga even lekker verder met snijden tot het klaar is. Nou, hij is klaar. Paprika is klaar. Dus ik ga hem nu in de pan gooien. Zo, lekker hoog. Hoppatee. En hij ligt erin. Even gelijk, even lekker verder even roeren. Met liefde natuurlijk, met liefde. Alles is liefde. Alles is liefde. Ook in de wok, ja dan. Je maakt er gewoon wat van. Oh, de prei. Nou, daar heb ik ook een trucje op geleerd. Want prei, ja prei, kijk. Er zit altijd hier in de binnenkant, er kan natuurlijk wel eens wat modder zitten. En je kan prei breed snijden, klein snijden, ringetjes snijden. Nou, ik snij hem even voor het gemak, dus in een kruis. Kijk, klinkt gek, maar het is wel zo. Kijk maar, hier, dit is 1. Zo, en dan haal ik hem helemaal naar beneden, zo. En dan steek ik hem er, zeg maar, in het kruis, zo, er weer doorheen. En dan doe ik, zeg maar, zo. En kijk, weet je wat het leuke is? Daar kan ik hem spoelen. Ik kan hem spoelen. Dus dat ga ik nou ook even doen. Ik kan hem even spoelen. Zo, even spoelen. En de prei is gespoeld. Ja, hij is gespoeld. Nou, dan ga ik hem nu nog even snijden. Ja, dat doe ik dan wel. Gewoon heel simpel. Gewoon. Zo. Je moet trouwens wel een beetje vlak zitten als je een aardappelschilmesje gebruikt. Maar het voordeel ervan is... Je hoeft niet even niet naar de sportschool. Want je moet wel spierballen. Spierballen. Oh ja, over spierballen gewend. En mijn scootsjesielen, die zeilers, ja. Die hebben allemaal ontzettend mooie... Spierballen. Ja. Moest ik even kwijt. Nou. Hoppatee. En de prei is klaar. Ik hou eigenlijk altijd wel van grof. Want als het dus al heel fijn gesneden is. Ja, dan heb ik het idee dat er helemaal niks meer. Dat alles weer uitgesneden is. Dus ik hou van grof gesneden. Dan heb je ook altijd een lekkere bite. Dus, nou. Dit is iets. Nou, ik gooi het erin. Hoppatee. Gooi er weer ook in. La la la. La 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 la. Nou, even wachten. Zo meteen gewoon even lekker die biologische pasta saus van de AH vijf kruiden erop. En misschien nog een beetje peper en zout. En dan zeg ik, lekker eten. Mijn brugje. Ja, hè. Rijtje kan voor mij ook wel een keer langskomen hoor. Maar dan mag je wel koken. Dus, nou dat was hem.